Door mijn bijna doodervaring wist ik dat er meer was in het leven, maar ik kon het niet vinden. Om mijn 14e heb ik een scooterongeluk gehad. Toen heb ik 4,5 maand in coma gelegen en de rest ziekenhuis en revalidatie tot nu aan toe. En ik heb het hersenletsel eraan overgehouden. Nou, toen ik hier kwam wonen, toen had ik hier in de buurt niks bekend en ik had geen vrienden. En toen hoorde ik dat hier een jongerencentrum was waar alle jongeren, veel jongeren uit de wijk naartoe kwamen. Toen ben ik daar een keer heen gegaan om te kijken en dat beviel mij zo goed. Jill? Matthijs was onze leraar, laat me zeggen. Dankjewel, alsjeblieft. Die gaf daar les met rappen en hoe je dingen erin kon vertellen en kon uiten. 8 woorden die te maken hebben met geloof. Oké. En omdat ik een bijna doodervaring heb gehad, kon ik mijn stukje daar goed in kwijt. Toen kon ik bij Matthijs terecht en die heeft mij op veel vragen antwoord gegeven. Over leven, over dood, over het geloven, wie is nou Jezus en wie is nou God en zo. Vriendschap in het leven, vriendschap doet me goed, vriendschap is belangrijk, dat houdt me op de voet. Jo! Hey! Hoe is het, maatje? Goed, en jou, jongen? Goed, man. Goed je te zien. Ik denk dat het begon toen jij opmerkte dat ik een kruis om mijn nek droeg. En dat jij toen een keer vroeg van, ja, wat betekent dat voor jou? En daar begon het gesprek eigenlijk wel. Gewoon een bepaalde nieuwsgierigheid, een hele oprechte zoektocht naar wie is God. En dat vond ik, vond ik echt tof aan jou. Lekker, man. Goed gedaan. Top. Ja, Matthijs is gewoon... Ja, het is echt mijn allergrootste vriend, laat me zeggen. Ik ben Matthijs heel erg dankbaar voor wat hij allemaal heeft gedaan. En daarvoor heb ik een bedankje voor hem vandaag. Crea, ben jij met Handy? Als dit geen klapper is, dan weet ik het ook niet. Matthijs, ik heb nog een verrassing voor je. Oh? Ga je met me mee? Waar gaan we heen? Loop mij maar achteraan. Gaan we blinddoeken of... Ja. Wat gaan we doen? Oké. Zoiets? Ik denk dat hij heel erg verrast is. En ja, tegelijkertijd wow. Wat overkomen, wat gebeurt er? En Omgekeerde wereld. Jongeren begeleid mij. Ik heb wel een beetje gevoelens om me heen. Ik vind het lichtelijk spannend, ja. Ik heb een brief voor jou geschreven en door mijn dingetje wil ik vragen, wil jij hem voor jezelf lezen? Is goed, maatje. Thanks. Matthijs, van jou heb ik serieus veel geleerd. Over het geloof en het leven en de dood. Dat heeft mij zoveel gegeven en gebracht. Rappen was ons doel. Het was puur schrijven op je gevoel. En ik vind het fijn wie ik nu ben en mag zijn. Dank Matthijs dat jij mijn vriend en leraar bent. Ook al zie ik je niet meer elke week of elke maand, je bent en blijft mijn maat. Gio. Thanks, man. Geen dank, jongen. Heet je gegund. Echt vet dit. Matthijs zei dat ik niet zonder reden weer terug ben gestuurd het leven in. Dat ik echt wel wat te geven heb in het leven. Dat wil ik ook heel graag doen en dat is ook mijn doel in het leven. Hey, sick! Dat soort dingen vind ik vet, man. Met een kruisje erbij. Gast, je hebt goede smaak, man. Wauw. Ja, gewoon geen woorden. Ik weet niet of dat er ooit een jongerenwerker is geweest, zo is bedankt. In de wereld. Super vet, man. You were zelf een cadeautje. Echt een bijzondere jongen. En ik ben God heel erg dankbaar dat ik Gio heb ontmoet.